Dus ik heb goud. En jou. Kijk eens aan, gehele reset van de smelter qua inventory. Dus het komt helemaal goed. Nou, tin mag tractor nu in. Want ik heb tin actual nodig natuurlijk om... ik doe vooral keizer ook zo mee te maken. Ik ga... Fluiduct ga ik ook nog nodig hebben, dus dat is dit en dit. Even kijken. Wacht, ik heb er nog actueel daar in zitten. 1. Hup. Ik vind het gevaarlijk om daar weer in te gaan trouwens. Dit blijft natuurlijk maar dat matige. Ik ga hier ook, als ik metalen moet combineren met elkaar, doe ik het in deze. Maar het andere, het gebeurt gewoon in de andere. Die zet ik expres nu daar neer, aangezien ik deze. Alhoewel. Ik heb nog één setje moet ik maken, dan is het qua item dus klaar. Ga ik van de rest alvast waarschijnlijk. Moet je een klein beetje fluid, dus ik moet alvast een klein beetje gaan uitrekenen waar het precies gaat komen. Trouwens, wat ik zelfs kan doen. Is... Actueel, aangezien ik ga toch lava erin moeten gooien en alles. Hier moet ik eventjes heel snel wat koppels erin doen. Ja.
Ik weet niet, gaat dat werken? Wat ik actueel kan doen, is gewoon deze hier. Ik moet je daarop wachten. Zie je nog? Nee, er zit totaal niet hier genoeg in. Oké, mooi. Dat zorgt niet voor problemen. Ik weet het, het is weer zo'n heel wire systeem zoals ik eerst had. Gewoon wat totaal niet werkt eigenlijk. Maar dat maakt niet uit. Hier moet gewoon eventjes, hier moet gewoon eventjes wat lava inkomen. Maar dan kunnen we dus altijd hier weer een chest bovenop gooien. Want in principe, hier moet de lava uitkomen. Dus ik moet lava hieruit halen. Ik moet alles hierin doen. Of jou alleen nog op zo zetten. Jij moet gewoon blijven. Oké, gaan we even nog op mijn vloerducts maken. Want ik heb eigenlijk alles wat ik nu nog nodig heb is vloerducts. Mooi. En ik krijg nu dat koppelstaan erin. Oké, wat nou hetgeen is dat ik moet doen? Zal ik tot de laatste stick pakken die ik nog in de chest had zitten en daar ook visie lever mee maken? Of deze toch? Waarom niet? Lava komt er direct uit en het gaat zich gewoon hier in de smelteris opvullen. Het gaat best wel sloom, maar het gebeurt in ieder geval. Ik in lava bouw ik momenteel niet de base, maar ik ga waarschijnlijk de lava die hierop staat en de lava die op de, nu waarschijnlijk op de stroom staat, daar ga ik allemaal separaten. Ik weet dat het vroeger was één groot systeem. Toen ging het lava naar zowel de smeltries als alles powerde en dat ging helemaal fout. Dus nu ga ik het een beetje separate proberen te houden.
Ik hoop dat dat werkt. In ieder geval, het is nu wel eventjes een systeem waar ik doorheen kan lopen. En dat is iets wat bij het vorige niet was. Het is het dat ik niet weet hoe het gezet is. Voor mij zit hier nog lood in. Ja, 4. We moeten wel eventjes qua lood gaat alles nog gewoon eventjes hierin. Oh, ik moet dit trouwens ook aansluiten. Hier heb ik nog 14, dus dat is mooi. Wacht, lood is smelt rivier, dus dat is hier. Doe gewoon alvast in, aangezien ik nu toch al het lood aan het gebruiken ben. Dan heb ik het liever alvast in het systeem staan. Maar ik weet zelf ook al, met 12 kom ik nu eventjes nergens. 12 fluid ducts. Ik ga ze wel eens maken en gebruiken, maar dat is al. Nog één setje, ik moet letterlijk nog 3. Dus dat is wel mooi. Oftewel, volgende keer zal ik mijn lavaproductie waarschijnlijk iets verplaatsen. Maar waarschijnlijk gaat mijn lavaproductie naar... Ik denk dat ik hier nog eventjes een paar rijen aan aangevast ga maken. En dat ik hier eventjes een kleine lavaproductie ga maken voor de stroom. En misschien dat ik daar 3 van deze ga neerzetten. 3 van die ik niks gestuurd, dus een beetje net zoals ik vroeger had. Natuurlijk, ik ben nog steeds binnen mijn tijd, dus...